van het eigenlijk openbaren van wat ik denk dat er is, een groot corruptieschandaal. Omtrent de PCR-testen, omtrent de vaccins en waarschijnlijk nog veel meer. Ja. De misstanden in justitie, we willen daarbij wegblijven, maar het kan bijna niet meer. Als je kijkt naar de hardnekkige verhalen, hoe rond het pedofilie, rond de kindermisbruik, rond de rechtsschandaal. Het is niet onze hoofdboodschap, maar er moet hier naar gekeken worden. Er is... Nou weet ik niet precies wanneer de Tweede Kamer over de spoedwet gaat stemmen. Dat zou ook op 18 september zijn. Dus de kans dat het een grote volksopstand wordt op 9 september is aanwezig. Want de uitspraak tegen het RIVM is ook op die datum. Ja, en dan krijg je toch wel dat het erg toevallig is dat al die dingen op dezelfde datum zijn. Maar we wachten af. Niet helemaal. We gaan ons actief inzetten tegen die spoedwet. We komen binnenkort met heel veel materiaal. Qua tekst, qua film, qua flyers, om te delen, om achter je raam te plakken. Eén ding is duidelijk, die spoedwet mag er niet komen. Er zijn heel veel dingen die mis zijn met het milieu, met mensenhandel, met pedofilie en noem maar op. Komt allemaal later. Nu alles op de spoedwet en de PCR.